Isabelle Jans krijgt vandaag de sleutel van haar startersbox. Ze huurt een container van 22 vierkante meter voor 300 euro per maand in Hartje Vinkeveen. Ja, eindelijk mijn eigen plekje. Ik ben 22, dus dan is er toch wel tijd. Heel veel vrienden zijn thuis uit. Sommigen gaan zelfs samenwonen of trouwen. Dus dan heb ik zoiets, we moeten toch ook wel eens een keer het huis uit. Een kastje, een paar plankjes, een kraantje en het water, dat loopt al. Koelkastje met een vriesvakje erbij. Nou ja, en de badkamer. Kraantje erin, spiegeltje, toilet zit er al in, douche. Helemaal compleet. De startersbox is een uitkomst voor Isabelle, want een huisje vinden in Vinkeveen, dat valt nog niet mee. Ten eerste moet je heel veel jaar ingeschreven staan, wil je een keer in aanmerking komen. En 9 van 10 woningen zijn gewoon ontzettend duur. Dus echt als je net wil beginnen of als je nog studeert, is het gewoon geen doen hier. Gemeente De Ronde Venen bouwt wel voor starters, maar over 2,5 jaar wordt pas de eerste woning opgeleverd. De containers zijn bedoeld om jongeren in het dorp te houden. Het is van levensbelang voor een gemeente dat de jeugd niet wegtrekt, maar in je gemeente blijft. Dat heeft voor de leefbaarheid van je gemeente alles te betekenen. De containerwoningen blijven 5 jaar staan. Dan moeten de starters eruit en worden de boxen weggehaald. En dan moet ik zelf op zoek naar een andere woning. Maar ik hoop tegen die tijd toch echt een goede vaste baan te hebben, waardoor het dan wel betaalbaar is. De container van Isabelle is nu nog kaal en grijs. Maar daar gaat snel verandering in komen. Ja, naar de voor in het halletje wordt het roze. Nou, deze muur wordt wit. En aan die kant wordt het lavendelblauw. Morgen ga ik beginnen met schilderen met een vriend van me. En dan zo snel mogelijk verhuizen.